Hallo, ik ga nu de luchttekens voor jullie doen. Waterman, tweelingen en weegschaal. Welkom op mijn kanaal. Oh, die wil er al uit. De hoge priesteres. Ja, waarschijnlijk Waterman. Ben je een wijs iemand? Je staat echt in je kracht. Gebruik je intuïtie. En heel veel wijsheid in je. Wat nog meer voor de Waterman? Ja, de Waterman wil gelukkig zijn, gelukkig zinsleven. Met een geliefde waarschijnlijk. En misschien kindertjes. Wat nog meer? Voor de Waterman. Ja, ze wil dat er gerechtigheid komt. Dingen in balans gebracht worden. Misschien sommigen, misschien ja, een scheiding of zo, hè? Knopen doorhakken, ding oplossen. De Waterman is wel een beetje aan het uitrusten. Is erg moe waarschijnlijk. Mediteren, bij zichzelf blijven, in de bubbel zitten. Ja, is wel krachten aan het opbouwen, wil de keizer zijn. Daardoor is het Waterman waarschijnlijk ja, in zijn eigen bubbel. Aan het uitrusten. De Waterman voelt misschien dat hij dit moet doen. En bij sommigen moet er nog een keuze gemaakt worden van waar wil ik naartoe. De Hoge Priester. Les. Nou, met de Hoge Priester. Ja, dit is echt de divine persoonlijke reden, hè. Dat is echt... Ja, misschien komt er iemand op het pad. Iemand, dit kan de vrouwelijke tweelingziel zijn en een mannelijke tweelingziel. Misschien wacht de Waterman op een vrouwelijke tweelingziel of een mannelijke tweelingziel. Ja, het ligt eraan of je een man of vrouw bent die je kijkt. Maar dit is wel een setje. Iemand in de hele hoge energie. Ridder van Zwaarden. Ja, de Waterman wil echt wel actie. Actie voor het nieuwe begin. Misschien gaat de Waterman het ook doen. Het is wel een actiekaart. Dus het kan zijn dat hij denkt van... Ja, ik wil nou het geluk binnenhalen. En ik ga nu op mijn paard. En ik ga nu de waarheid zeggen. En ik wil nu actie. Want wij horen bij elkaar... Het kan zijn dat jullie alle twee lichtwerkers zijn. Tweelingzielen, in ieder geval een hoge zielsconnectie. Wat nog meer bij de gerechtigheid? De dingen worden wel opgelost. Maar ja, de Waterman neemt wel zijn tijd om uit te rusten. Deze gaat, komt een nieuw begin, in ieder geval, voor de Waterman, met open communicatie en dingen, ja, in actie komen. Echt, ja, het is echt een actiekaart, zodat het nieuwe begin kan beginnen. En ook zijn dat het universum in gaat grijpen, de gerechtigheid. Ja, naar de rustpauze komt daar toch die snelle vooruitgang. Alles wordt in balans gebracht. De keizer, ook als een hoge kaart. Een wijs iemand. Kan zijn iemand met een hoge functie. De zon gaat schijnen. In het leven van de Waterman. Misschien is het een baas, de keizer. Dus wel iemand een hoge functie die wijs is. Keuze. Wat krijg ik daarbij? Twee van staven. Ja, je wacht eigenlijk misschien dat iemand een keuze maakt. Dat kan.
Of jij moet een keuze maken. Voor het nieuwe begin hier. Doordat de zon gaat schijnen. En snelle vooruitgang. En voor het gelukkige gezinsleven. Een team van bekers voor het ultieme liefdesgeluk ook. Ja, waterman heeft misschien ook nog een beetje. Is misschien nog wat zwaarmoedig. Slapeloze nachten. Maar dat hoeft niet. Het komt allemaal goed. Kijk wat aartsengel Michael zegt hierover. Stop met het obsessieve nadenken en ga meer voelen. Ja, het waterman zit erg in het hoofd. Dat doen luchttekens meestal. Door mijn testen zal je de ware aard, zichtbaar worden. Het universum test natuurlijk ook de waterman. Hier staat, je bent al verlicht, lief lichtwezen. Ja, je zit al in een hele hoge energie. Dat blijkt ook met deze hele hoge kaarten. Dus ja, dat is mooi. Goed, kijk wat deze kaarten zeggen. Hier wil ook nog eentje. Oké. Okay. Wijsheid, het zal je geen tweede keer gebeuren. Ja, zie je een ezel. Misschien heeft de ezel zich aan een steen gestoten. Dat zal je geen tweede keer gebeuren. Je bent er wijzer van geworden. Dus misschien is er wat gebeurd. En dan denk je, nou, daar ga ik dus echt niet mee doen. Intuïtie. Volg je gevoel in de situatie. Gebruik je intuïtie. Mooi ijsvogel is hier. Ja, je bent wijs genoeg, dus je kan je intuïtie volgen en je gevoel. Perspectief. Er is expansie mogelijk. Dus zie het perspectief. Je kan je steeds meer ontwikkelen. En het komt toch wel de zegenwagen, hè? De zon gaat schijnen. En keuze. En daar wacht je misschien op dat iemand een keuze maakt om jou te bereiken misschien. Misschien moet je zelf een keuze maken, hè, ligt eraan. De ene is zelf een keuze, de andere, ja. Misschien moet het universum helpen met een keuze. Dat kan ook maar zo. Wees stil en ontspan je. Ja, daar is de waterman mee bezig. Zich rustig houden. Wees je unieke zelf. Ja, je bent uniek, waterman. Wat je zoekt, gaat jou vinden. Dus wat je zoekt, gaat jou echt vinden. Dat geluk, de zon, ja, komt weer in je leven terug. Goed, dat was mijn reading voor de waterman. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. In ieder geval, tot de volgende keer. Vergeet niet te liken. Doeg! De volgende groep, de tweelingen. Kijk hoe het met jullie gaat. Speelt er bij jullie? Ja, je moet misschien een keuze maken. Vind je moeilijk? Is misschien, misschien wil je niet zien dat je een keuze moet maken. Kan zijn dat je een boodschap krijgt van iemand, of je moet zelf iemand een boodschap komen brengen. Misschien voel je passie voor iemand, maar vind je het moeilijk om een keuze te maken? Goed, wat is er nog meer voor de tweelingen? Ja, je bent een beetje deze liefde aan het negeren, lijkt wel. Het wordt wel aangeboden door het universum, maar je denkt van, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet of ik dat wil. Misschien heb je heel wat meegemaakt met die persoon. Wat is er nog meer voor de tweelingen? Ja, je bent een beetje aan het uitrusten, dingen te overdenken, misschien een beetje aan het mediteren. Van wat moet ik nou? Kom in ieder geval, je bent aan het wikken en het wegen en dingen in balans aan het brengen door uit te rusten. Dingen te overdenken, misschien zit je veel in je hoofd. Wat is er nog meer voor de tweelingen?
Ja, je hebt al heel wat overwonnen en je staat wel stevig in je vel. Je bent wel stevig. Je kan wel heel veel dingen meer aan dan eerst. De uitdagingen die op je pad komen. Je gaat steeds meer boven staan. Dus je bent wel krachtiger geworden ondertussen. Keuze. Daar gaat de keuze over. Oh, de keuze gaat over liefde. Je vindt het moeilijk. Keuze van wat moet ik nou? Misschien zijn er twee personen waar je uit moet kiezen. Of misschien is iemand niet zo leuk geweest tegen je. Dat je denkt, ik weet niet of ik die persoon nog wil. Goed, de boodschapper. De boodschapper. Ja, je bent hard aan het werk. Boodschap van staven. Ja, er komt misschien een boodschap en, naar je toe. En jij bent zelf heel hard aan het werk met jezelf. Dat je niet weet, misschien dat daar een boodschap komt voor je. In de liefde wijs je een beetje af. Goed, ja, die liefdescup. Heb ik daar nog iets van duidelijk? Ja, de keizer. Dus ja, je staat een beetje erboven van, nou, ik ben heel sterk en ik weet niet of ik die cup nog wil. Maar even, je moet wel rust nemen om goed er dingen over na te denken. Alles kan opeens heel snel gaan. En snelle veranderingen, communicatie, misschien met deze persoon. Misschien wil deze persoon je overtuigen dat... dat er misschien misgelopen was tussen jullie en spijt heeft. Dat kan heel goed. Wat is er nog meer voor de tweelingen? Ja, er komt toch een nieuw personeel begin. Dingen worden toch wel een beetje in orde gebracht tussen jullie. Zodat er een nieuw personeel begin kan komen. Koning van Staven, iemand is gepassioneerd van jou. Misschien wil je ook wel passie voor deze persoon. Misschien heb je een tijd tegen verzet. Kijk wat hier staat, de zon. De zon gaat echt weer schijnen voor jullie. Goed, wat is er nog meer? Twee uit, voorouders. Eer je voorouders voor een overdracht en wijsheid. Ja, je voorouders helpen misschien mee. Die is als gids misschien, bescherming, de sluiers zijn dun. Je wordt beschermd door het universum. Misschien heb je al heel veel contact met het universum, achter de sluier. Misschien mag je af en toe achter de sluier kijken. Avontuur, doe iets anders dan anders. Ja, durf je dit avontuur aan te gaan? Met deze persoon. Met deze geliefde. Kan je tweelingziel zijn? Misschien heeft hij te veel pijn gedaan dat je afgesloten hebt voor deze persoon. Maar ja, misschien moet je toch de kans wagen voor deze persoon. Is veranderd waarschijnlijk. Je wordt getest, durf je te gaan staan voor je waarde. Ja, het is, wat doe je? Wijs je deze persoon af? Je mag natuurlijk altijd voor jezelf opkomen, hè? Als deze persoon nog niet oké is, dan moet je hem nog niet binnenlaten. Zegening op zegening. Er komen heel veel gelukkige dingen. Zegeningen naar jou toe. Wees niet bang. Je bent aan het transformeren. Ik ben bij je. Ja, misschien vind je het allemaal eng. Een eng proces allemaal. Maar het universum, aartsengel Michael is bij je. Wat zeggen de engelen nog meer hierover? Doorbreek je eenzaamheid. Ja, ondertussen voel je je misschien wel eenzaam. Ook al ben je misschien druk aan het werk en zo. En ben je onder collega's of onder familie. Toch kan je eenzaam voelen. Wees gelukkig. Het komt naar je toe. Het geluk komt naar je toe. Ja, de geliefde komt naar je toe.
Vertrouwen is de sleutel. Heb vertrouwen in de situatie. Je bent een beetje wantrouwend geworden. Heb je hart een beetje afgesloten. Zet hem weer open voor de liefde. Als die persoon komt met een boodschap. Of je eigen wil naar die persoon, hè, in sommige gevallen. Je hebt natuurlijk ook hard gewerkt aan jezelf. Misschien heeft deze persoon hard aan gewerkt aan zichzelf. Dus ja, laat hem binnen. Laat hem zijn zegje doen. En dan ja, kijken of je denkt van nou, ik ga hiermee akkoord. Ik wil het weer proberen met deze persoon. Ja, doe dat dan ook. Goed, dit was voor de tweelingen. Dankjewel voor het kijken en vergeet niet te liken. En tot de volgende keer. Doeg! Goed, welkom de volgende groep, de W-schaal. Ik kom gelijk al eentje uit. Twee. Die pak ik. Ja, je bent dingen aan het manifesteren. Koning van Zwaarden. Ja, je wil geen... het is best een koning die streng is. Je wil niet, niet meer dat gezeur. Je wil echt ja, voor je waarheid gaan spreken. Ja, je bent echt wel streng van mensen die je toelaten in je leven. Je werkt hard aan misschien aan je werk. Of aan jezelf. Hoge priester. Ja, je bent echt een leraar. Je kan echt mensen onderwijzen. Dat is de wil. Wat nog meer voor de weegschaal? Ja, je bent soms wel eens in strijd met mensen, maar je laat toch niet over je heen lopen. Misschien worden gemeen dingen gedaan om je heen. Maar je wordt wel steeds krachtiger. Ja, het komt een snelle vooruitgang. Je gaat zegen vieren. Je gaat dit alles overwinnen. Want je gaat het echt manifesteren. Het goede. Je bent ook steeds krachtiger geworden. Je wil die bullshit niet meer. Je bent de koningin van zwaarden. Wat wordt er gemanifesteerd dan? Wat wordt er gemanifesteerd? Ja, misschien dat jij vol passie naar iemand wil. Of iemand komt vol passie naar je toe. Omdat je dat manifesteert. Koning van zwaarden. De keizer. Ja, je bent echt in je kracht. Misschien heb je te maken met een baas. De keizer staat ook wel een beetje voor baas. Dan denk je van op het werkgebied, waar ik wil die bullshit niet meer. Dus je spreekt je uit. Je bent een harde werker. Op allerlei gebied. En je moet dan keuzes maken van wat je wil in het leven. Misschien vind ik het moeilijk, keuzes maken. Komt een nieuw begin. Je gaat de knopen doorhakken. Want je hebt nou de kracht. Je kan ook mensen onderwijzen. Dus misschien wil je iets op dat gebied doen. Misschien dat je een knoop door moet hakken op huwelijksgebied. Dat dingen niet meer passen. Kijk wat er wel resoneert met je. Ja, je wil misschien een boodschap bij iemand komen brengen. Dat kan dus ja, op het werkgebied zijn. Ja, je hebt ook spijt van dingen, hoe dingen gelopen zijn. Je wilt toch wat anders dan anders. Je gaat echt iets manifesteren waar jij je passie in voelt. En dat kan ook een liefdes iemand zijn, hè? Want het universum roept jou om bepaalde dingen te doen.
komt de wedergeboorte. Dingen gaan anders worden in je leven. Er komt echt een nieuw begin met open communicatie. Je weet echt wat je wil. Eigenlijk ontmantel je mensen die niet meer bij je passen. Pak je hun wapens af. Je laat niet meer met je sollen. Sta je kracht, je bent sterk. Ja, je bent sterk. Je bent koningin van zwaarden. Wat is meer voor de weegschaal? Ik bescherm je te alle tijden. Ja, je wordt beschermd aan het zingen Michael, weegschaal. Spreek je waarheid. Ja, je mag je waarheid spreken. En misschien keuzes maken. Dus ergens meer waarheid in spreken. Meer kracht vinden. En ja, die boodschap uitdragen. Goed, wat is er nog meer voor de weegschaal? Aankomst, er is iemand onderweg naar je toe. Dat kan iemand zijn, dus deze op het paard die passie voor je voelt. Dus je kan zijn iets op het werk, of alle twee. Er is iemand onderweg die, ja, naar jou. Dat heb je zelf gemanifesteerd. Er komt een vooruitgang. En jij denkt, nou, het komt misschien niet, maar het komt wel. Die staan er hier al klaar, twee van bekers. Je ziet het nog niet helemaal. Vernieuwing, een periode van zielenrust. Ja, eindelijk ga je rust vinden. Wordt het weer rustiger in je leven. Ik heb hier twee, de zweethut. Eenwording met Gaia. Je gaat je steeds meer verbinden met moeder aarde. Je hebt de hele tijd gingen dingen averechts. Dingen liepen niet zoals je zou willen. Verkeerde handelswijze. Ja, maar op een gegeven moment ben je krachtig genoeg om dat, die mensen uit te schakelen die niet meer bij je passen. Ook een paard staat hier. Misschien dat anderen jou echt verkeerd behandelden. Dat je denkt van, nou, dat wil ik niet meer. Misschien heb je spijt dat sommige dingen zo gelopen zijn. Maar er komt toch wel weer die passie. Laat wat je niet dient achter je. Ja, je moet misschien dingen achter je laten. Want daar zijn mensen en de familie zitten misschien te huilen. Omdat jij in je kracht staat. Want er komt vooruitgang. Je hebt het allemaal gemanifesteerd. Blijf ervoor je voor inzetten. Dus verlies je kracht niet, hè. Wees standvastig geweest, schaal. Het verleden kan niet worden veranderd, de toekomst wel. Dus je hebt misschien spijt van dingen, hoe dingen gelopen zijn. Het kan op liefdesgebied zijn, maar ja. In ieder geval, dat kan niet meer worden veranderd. Maar ga er toch voor, hè. Ga voor passie. Iets wat je wil. Iemand kan ook voor passie naar jou toe komen. Misschien heeft iemand ook spijt. Goed, dat was voor de weegschaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!